straat is mooi, de natuur is geweldig. Kom op! He, en ja, we hopen dat we gewoon zo vaak mogelijk over de natuur kunnen rondknallen. En al die dames en heren kunnen te zien. En dat gaan we morgen vroeg hier in Noord-Laren ook doen. Ja! Yeah! En met die woorden werd vanochtend bekendgemaakt dat de eerste marathon op natuurreis deze winter morgen in Noord-Laren wordt verreden. Vanochtend vroeg bleek dat de ijsvloer bij de concurrenten in Haaksbergen en Arnhem niet geschikt was en die in Noord-Laren wil, waardoor ijsvereniging De Hondsrug de wedstrijd voor mannen en vrouwen mag gaan organiseren. Nou, heel blij, hè? Ja. Zeer onverwacht toch nog, hè, na gisteren. We hadden er eigenlijk stiekem nog een beetje op gerekend gisteravond, maar gistermorgen natuurlijk helemaal niet. Ja, met die mooie zonnige temperatuur en dan nog boven nul. Maar afgelopen nacht, wie had dat verwacht, dan hebben we zulke temperatuur zouden krijgen. Hè? De verwachting was dat de vorst toe zou slaan in het oosten en het zuiden van het land. Maar dat gebeurde niet, want terwijl daar de temperatuur op min 4 graden uitkwam, werd het hier ruim min 9. En die temperaturen hebben gezorgd voor een mooie ijsvloer. Nou, op heel veel punten hebben we al de vereiste 3 centimeter, alleen bepaalde punten net iets minder. Gewoon, en dan praat je gewoon over een paar millimeter, hè, tot een halve centimeter ongeveer, maar het zit er vrij veel dichtbij. Ja, dat zou betekenen gewoon pak nu de giertank en ga rijden, maar we hebben zon en dan ga je de goede vloer die er ligt, die ga je weer afbreken. En dat willen we niet, of er is een kans op, laten we dat risico niet nemen, laten we even wachten tot het aan het einde van de middag gaat, dat het gewoon de kans op zon en de vloer wat harder wordt. En dan gaan ze weer los en hebben we die vereiste 3 centimeter overal te pakken. Het groene licht van de KNSB betekent dat er in een etmaal heel veel moet gebeuren. Veel bellen, vrijwilligers mobiliseren, beveiliging aanbrengen rond de baan, kussens, ja, verkeersplan en werkstellen, gemeenteoverleg. Ja. Ja. Het is alweer 4 jaar geleden, toen liep het heel gemakkelijk, hadden we wat meer tijd. Maar nou wordt natuurlijk, en er moet veel in de nacht gebeuren, dus dat moeten we zien. Ja, want u zei zojuist al afgelopen nacht weinig slaap gehad. Dat gaat er waarschijnlijk ook voor komende nacht in zitten, denk ik, hè? Ja, daar wordt de missie ook al. Ik dacht even wat meer, maar ja, afgelopen nacht was weinig en die nacht daarvoor was ook weinig. Dus wij zijn al 2 nachten in de weer geweest. Dus, ja, je kiest voor een hobby en dat kost inspanning. Ja, ik ben hartstikke blij. Dit is geweldig. Gewoon, en marathonschaatsen is een supermooi sport. We doen het elke week gewoon op kunstijsbaan. Komende zaterdag kunstijs in Kardingen, hier in Groningen. Ja, en toevallig zitten we nu vlakbij voor natuurreisje. De hele planning voor kunstijs is er, die ligt er. Ja, en natuurlijk moet je afwachten. En als het komt, dan is het echt super. De wedstrijd voor de vrouwen begint morgenochtend om 10:00. De mannen starten een uur later.